Hey, welk wietje heb jij gedraaid, gap? Dat is een hele goede vraag, ik heb geen idee. Deze heb ik met 420 gehaald. Ik denk dat het of Amnesia is of White Widow, een van de twee. 420 is ook alweer een tijd geleden. Oh, maar ik smak niet meer zo regelmatig, man. Nee, ja, ik doe het gewoon nu voor de setting. Ja. Het is gewoon voor die podcast, man. Nee, ja, goede zaken podcast. Woke Up Awesome, man. Dit is echt zo'n moedermok. Ja, man, hij is ook wel mama, inderdaad. Nee, ik heb gewoon lekker doorzichtige. Zoom in on that shit. Oh nee. Als je dit scoopt en je vindt het chill, dan merk je dat je oud wordt. Ja, en ik zit wel op het punt dat ik dat begin te vinden. Dan weet je, dat is die reality check, zeg maar. Dat is die reality check, ja man. Nee, ik heb, als het goed is, heb ik hier een lemon haze, maar ik zeg je eerlijk. Rook gewoon, man. Gewoon lekker. Je merkt ook wanneer je ouder wordt dat een dag in de supermarkt en shit staat op een andere plek van waarvan jij gewend zo, bent. Als ben dat je dag vergaat, dan weet je gewoon ook dat je ouder wordt. Hoor. Maar die... Oh, damn. Ja, zo goed wietje. Nee, maar die heb ik wel. Die heb ik nu al. Gaat goed met je? Nee. Dat heb je als je een hele avond... Kan je maar niet zo schreeuwen buiten? Ja, echt zo? Jezus, man, doe eens rusten. Er staat een of andere gek op straat, staat te schreeuwen. Oh, mijn buren gaan ook wat checken. Oh, is een ruzie, man. Is een fitty. Fitty, ja. Oh, mannen moeten even kijken, man. Podcast wordt onderbroken, want is er wat gaande? Zie je wat? Ik zie helemaal niks. Ik hoor alleen maar lijp geschreeuw. Ah, de man is weer loesoe. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het is gewoon een of andere gek, man. Dat is raar, man. Maar ja, die heb je in Amsterdam, heb je dat af en toe? Ja, hier zitten er twee. Ja, ja, dat klopt wel, ja. Ja man, trouwens over gekken gesproken, hè? Aangezien wij dat ook zijn. We hebben dus... ja. Mooi bruggetje. Ja toch? Nee, wij zijn een beetje punk aan het maken, dit en dat. En we zijn nu een naam aan het bedenken voor... We gaan een soort groep starten. Of nou ja, groep. Gewoon zeg maar van... Met z'n tweeën. Precies. Als we dat ooit met een band zouden kunnen doen, zou heel leuk zijn. Dat zou echt dope zijn. Ik zou sowieso ook van... Stel, dat wordt gewoon shit. Het irritant is gewoon... Het is live moet het wel echt met een band. Het kut is tegenwoordig... Weinig mensen drummen meer, man. Ja, man. Het is echt moeilijk om drummers te vinden. Ik bedoel, bas of gitaar, dat kunnen Mattie en ik allebei doen. Dus daar zitten we safe. En piano kan Mattie ook. Ook, niet dat je dat in punk nodig hebt. Nee, maar het kan wel. Maar covered. Maar ja... Nee, maar... Drums, man. Jammer. En dat geeft echt... Dat geeft die verrock vibe. Want, ik bedoel, wat is een rockconcert zonder drummer, man? Ja, man. Nee, maar dat is ook zo. Maar dat komt omdat je drums echt gewoon... Nee, vooral bij de genres die nu groot zijn, gebruik je eigenlijk geen live drums meer. Want nee. Bij trap moet je ook gewoon van afblijven, man. Daar moet je niet met een echte drummer gaan zitten. Nou, op Woeha had je wel een paar... Ja, bij sommige nummers waar een drummer bij zat, maar ook met zo'n expression pad waar ze gewoon een beetje die trap shit mee kunnen doen. Maar niet echt trap, want je hebt Black, die heeft wat mellow ja, muziek. Precies. Die trap met een band op en dat was heel dope. Ja, maar dan kan het wel weer. Ja, maar Ty Dolla Sign, trap. Die deed het ook met echt zo'n hype tune. En dat je gewoon in die drummer ging helemaal hammer. Ja, dat was zo, wel echt maar sick. Bij mij valt het er altijd buiten of zo, ik weet niet man. Toen had ik dat niet, kan aan mij liggen. Ja, het kan ook gewoon aan het nummer en aan de vibe liggen en zo. Ja, het kan al alles liggen. Nee, maar... Ja, maar sommige zijn wel beter af zonder band. Het moet wel een beetje bij de muziek passen. Kijk bijvoorbeeld wat een Typhoon doet. Dat past bij wat hij doet. Maar ik zie niet een Kevin met een band. Nee, maar dat is inderdaad... Ja. Weet je, het is inderdaad van... Het plaatje moet kloppen, zeg maar. En ik heb nog best wel vaak dat bij trap je wel met live gitaar of zo. Maar drummer vind ik bij trap heel, heel snel moeilijk of zo. Van... Ja. Het past er niet helemaal bij of zoiets. Nee, maar dan... Die drums zijn ook niet gemaakt om op een drumstel te spelen. Nee, daarom, precies. Maar ik zeg je wel weer, die drums die... Hè, wij Puk, hè, wij hebben geen drummer, zoals we net zeggen. Dus ik maak gewoon die drums, zet ik gewoon in de FL Studio, teken ik gewoon in. Nou, we hebben geen keuze, maar echt. Dus, je merkt toch, je hoort gewoon van het mist niet. Het mist net die ta-da-da-da-da. Weet je wel? Of een drumbreak af en toe. Ja, maar die vind ik echt... Bro, ik zeg het je eerlijk, ik kan het gewoon niet, man. Nee. Ik hoor het en ik kan gewoon... Je hebt wel sample packs waar drumbreaks in zitten, maar je wilt niet altijd dezelfde... Ja, precies. Ja. En je wilt het ook gewoon zelf doen eigenlijk. Maar ik weet niet, man. Ik hoor niet op welk punt ze nou precies moeten komen om het die feel te krijgen. Ja, dat is gewoon echt leren. Dat is gewoon echt kunnen drummen. Ja, dat is iets wat helaas niet gaat worden voor ons. Dus maar dan moeten we gewoon... Kijken met die met sampletjes in. Maar gelukkig muziek maken toch? Of ja, goed. Nee, maar sowieso, we hoeven ook helemaal geen doe regels. Het voor de lol, doe het toch voor de lol. Ja dus man, het moet gewoon kloppen. Weet je, het moet gewoon kloppen. Maar ik zeg maar van, het is meer van, ik zou ook gewoon in een stuw willen zitten met iemand die lijpe synth kan spelen of zo. Gewoon omdat, zeg maar, wat je dan gaat maken, weet je. Ja. Zeg maar, als je echt de drummer had,
Dus die feeling is wel... Zeg maar, net zoals jij had je gitaar mee, toch? En dan ga je gewoon... Jij gaat gitaar spelen. Het is wel... Je krijgt meteen die feeling of zo. Ja. Meer dan als ik gewoon achter mijn keyboardje zit en die... Uiteindelijk hebben we die beat ook nog gewoon via keyboard gemaakt. Ja, maar die gitaar die gaf de vibe, weet je? Ja, en een beetje de structuur. Mm-hmm. En van welke kant willen we nou op, et cetera, et cetera. Dus ik vind dat die live instruments altijd wel helpen, man. Bij mij tenminste. Mij persoonlijk helpt het me altijd wel om in die sfeer te brengen. Ja. Weet je wel? Dus ja, man. Nee, ik ben wel blij. Wanneer ga jij beginnen met gitaar? Ja, ik moet even... Mijn broski die krijgt voor zijn verjaardag, krijgt hij als het goed is een akoestische gitaar. En dan steel ik zijn ukulele. En dan ga ik daarop leren een beetje akkoord, zeg maar meer. Dat is wel anders dan... Ja, maar het is meer gewoon van, kijk, ik kan niet eens dat mijn linkerhand iets anders doet dan mijn rechterhand. Nee, maar dat is gewoon dat, oefenen. Dat is... Oh, damn, ik heb hier gewoon een mondje. Ik heb wel gehoord, op ukulele kan je dat makkelijker leren en daarna overgaan naar akoestisch en daarna overgaan naar elektrische. Nee, ik vind gewoon, je moet spelen wat je wil. Als jij graag elektrisch wil, dan moet je daar gewoon meteen op beginnen, vind ik. Ja, dat is ook wel weer zo. Want dat zeiden ze ook altijd tegen mij over akoestische gitaar. Maar elektrische gitaar speelt heel anders, want je kan veel meer. Je kan het buigen, je kan dus harder op de hals drukken. Dus dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Nee, het is een goede basis, begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt gewoon met elektrische gitaar, het is niet alleen een stuk hout met snaren. Het is echt, ja, het is elektrisch. Je kan effecten erop doen, je kan... Je feedback zo doen dat je gekke geluiden maakt, zoals die gast in Race Against the Machine op zijn gitaar doet. Ja, je kan heel veel lijpe dingen met een gitaar. Het is eigenlijk een soort van piano vergelijken met een synthesizer. Ja, oké. Ja, I get it. Maar, okay. Maar onderwerp van deze podcast is... Fashion, high fashion. Bro, high fashion. We praten over fashion terwijl we high zijn. Dus high fashion. Ja. Niet per se high fashion, gewoon... We gaan het ook over hiphop-iconen hebben, maar ook gewoon misschien over mensen buiten de hiphop. En gewoon mits over dat in kleding, ons hoofd komt. Ja, en gewoon over kleding. En gewoon vibe, grap, zoals altijd. Nou, ik voel me nu niet zo. Nee, grapje. Oh, damn, dat is nee, wel... Nee, geintje. Hé, mannen van pesten de vibe hier. Ja, oké, ik ga wel weg. Hé, man. Ik heb nog thee. Ik ga even thee zetten, nee, grap. Oké, doe dan. Doei. God. Nee, wat een agressiviteit hier weer. Negativiteit, man. Positief. Dat komt door die man buiten. Die ja, ik zie het. Man. Hoofd is heet, grap. Hoofd is heet. Maar waar wil je het als eerste over hebben dan? Hoe kijk jij eigenlijk tegen fashion aan? Wat vind jij van fashion? Gewoon, zeg maar, hou je er, zeg maar, mee bezig? Denk je nou voor je oudje of pak je gewoon eerst het t-shirt wat bovenop in de kast ligt? Jij weet het antwoord er al op. Ja, maar... God, speel nou even mee in die bitch. Ja, ik maak ook een geintje. Nee, ik vind dat wel belangrijk, man. Ja, man, maar ik hou ook van heel veel verschillende shit. Net als, dat heb ik met muziek, dat heb ik met interesses en dat heb ik ook met fashion. Dus gewoon, soms is het gewoon de hoodie, sneaker. Ja, maar jij, ik zeg je eerlijk, maar jij komt, sinds ik je ken, kom jij gewoon als fly. Niet elke keer, dat is... Maar soms broer, heb je gewoon geen zin om zo erg je best te doen. Maar soms kom je echt in die outfit dat ik ben van, damn... Mannen komen in oudjes en zo. Mannen rare kledingkast en zo. Maar mijn ouders waren ook altijd zo. Die hadden ook een lijpe outfits. Mijn pa heeft nog steeds tot de dag van vandaag. Iets van 15 verschillende jassen. Puur omdat hij vindt dat ze allemaal bij zijn outfit moeten passen. Ja, maar broer, maar eigenlijk, zeg maar van, kijk, als ik het geld ervoor heb en ruimte, want je ziet mijn kast is gewoon heel ruimte. Dus hij is nu al overvol. Ik wil dit ook, maar gewoon echt oudjes. Gewoon eigenlijk gewoon 20 verschillende oudjes. Of bijna 30 verschillende oudjes. Zodat je gewoon elke dag van de maand kan je eigenlijk weer een andere gooien. En ook dat je ze kan combineren. Zo, ja, precies. Wel? En ook gewoon schoenen moeten er ook bij passen. Maar ook gewoon sieraden, ringen, horloges. Ja. Moet allemaal, het plaatje moet, zeg maar, kloppen. Het hele plaatje moet kloppen. Ja. Maar ik moet je zeggen, van, ik was lange tijd dat ik eigenlijk inderdaad, wat ik zeg, gewoon boven zijn t-shirt pakte. Weet je, ik heb gewoon een kledingkast, ik pak gewoon mijn boven. Ik ga niet nadenken over wat ik aandoe. Fuck it. Het kost me te veel moeite. Ik moet naar werk, ik moet naar school of zo. Laat me even gewoon snel aankleden. Maar de laatste tijd ben ik er wel meer op aan het letten en zo. En op kleding kopen en zo. Ik had vroeger wel altijd dat als ik haast had of zo de volgende ochtend, dan legde ik het alvast klaar. En ik had laatst iemand die zei van, dat is een beetje een psychopatenneiging, man. Maar ik snapte dat niet echt. Als je zo je outfit volledig neerlegt en je gaat dragen. Nee, dat is wel een beetje American Psycho. Maar het is niet, nou ja, het is ik zeg eerlijk, dat deed ik als kind, deed ik dat ook. Ja, dat en ik was ook hyped over die oudje, weet je wel. Ik zat al naar te kijken van, oké. Dan kom je op school en je maakt een kutopmerking van, kut, ouwe. Ja, hele vibe verpest. Ja, man. Want je voelt jezelf echt. Of die ene dat je jezelf echt voelt en je denkt van, mensen gaan dit zien, ze gaan erover zeggen. En niemand zegt er wat over, weet je. En dan kom je thuis en dan ben je van, man...
Oh, verpest, man. Of dat je maar dit was voor mij wel echt basisschooltijd. Ja. Hè? Of dat je een beetje een risky outfit aan hebt. Of risky sneakers of zoiets. Of weet ik veel. Iets, een accessoire die je nooit draagt. Dus bijvoorbeeld dat zeggen... Die pet. Wat vind je er zelf van? Ja, dat is echt het kutste. Nee, ben je echt zo van... Hey man, je weet dat ik hem hard vind. Anders zou ik hem toch niet dragen. Die schoenen. Vind je dat mooi? Dus jij vindt die schoenen hard? Nou, dan vindt tenminste iemand het. Nee, dat is gewoon echt roasten. Maar... Ja, man. Dat is toch... Man, je moet mensen in hun waarde... Kijk, zeg maar tegen maar je Mattie... Je moet zeg maar van... Je moet je Matties wel fact checken, maar... Niet... Nee, maar dat was ook in die tijd van de meme van... What are those? Dan was het gewoon grappig om iemands schoenen af te kraken. Ja, maar toen was het ook gewoon zeg maar... Elke schoen werd eigenlijk afgekraakt. Ja. Maar toen, toen begon ook die Balenciaga craze, toch? Ja, toen... Dat is eigenlijk volgens mij wel de ook wel... Nou ja, ik was toen gewoon jong en toen kwam ik er pas in. Maar ik wilde zeggen, toen was die sneaker business echt wel gestart. Maar die was daarvoor al lang bezig, man. Daar weet ik ook echt niks van, hoor. Dat meen je niet. Nu gaan we allebei corona krijgen. Je hebt het nog niet bestaat gehad, niet, hè? Bestaat niet, corona. Nou, je pek. Nee, ik heb nog steeds geen corona gehad. Het knippen eruit. Nee, maar het bestaat nu niet meer, toch? Het is nu gewoon de wereld. Oh, mijn god. Oké, maar mode. Oh ja, daar ging je inderdaad gaan. Mode, inderdaad. Ai, maar inderdaad, dat vinden we van fashion. Ai. Even top of your mind. Wat zijn een paar fashion-iconen? Maakt niet uit, gewoon fashion-iconen waar jij zelf vindt van... Hey, Jezus. Deze, ik haal wel inspiratie. Of ik wil er eigenlijk wel zo uitzien. Dus, niet per se van, ik wil er zo uitzien, maar ik wil dezelfde soort flair. Begrijp je wat ik bedoel? Dennis Rodman. Hij? Plaatje hier. Ja, maar dat ben ik. Oh, wil jij de volgende doen of moet ik ze graag drie noemen? Nee, ik dacht, je plaatje hier, maar ik zit hier. Nee, gewoon tussen ons in, gewoon zo. Dat hij eerst mijn hoofd de mensen die luisteren, de mensen die luisteren op Spotify, die zijn wel fire. Dan moet je ook niet luisteren, moet je gewoon kijken op YouTube. Check ons op YouTube. Yes, sir. Ik kan nu ook wel eentje zeggen. Let's go. Ace of Rocky, man. Ja, sowieso. Ik vind hem echt fly eruit zien, man. Clean, hoor. Ja, man. Maar dat was zo'n hele ding ook met die A$AP, toch? Die wouden ook graag de mode in. Als je kijkt naar die maat van A$AP, A$AP Ferg, die was ook altijd heel fly. Hij is gewoon een model en zo, man. Ja, ja. En die A$AP Ferg, die was designer. Mm. Die heeft ook al hun shit ontworpen. En ze hadden ook echt zo'n goede crew, net als Old Future destijds. Gewoon een collective eigenlijk meer dan echt een rapgroep of iets in die richting. Ja, man. Nee, klopt. Ja. En vanaf dag 1 al, hij was niet zo, want je hebt toch rappers... Nee, maar hij dacht er inderdaad al vanaf het begin over na, van hij was gewoon in het begin, was hij daar... Maar je zag al dat het gewoon een interesse van hem was, dat kwam meteen al zo. Je hebt sommige rappers zijn in het begin gewoon een beetje normaal, of oldschool hiphop, een shirt met een wijde broek. En dan hoe bekender ze worden, hoe meer ze in de fashion... Ja, maar dan ja, en kijk nou hoe Drake er in het begin uitzag. Ja, nee, maar dat is, maar kijk, zeg maar van, weet je wat het ook wel is? Drake wordt ook al gewoon gezegd van, die... Die heeft gewoon een stylist. Ja, precies, gewoon stylisten. Precies, en die laten hem de fly as fuck uitzien. Maar maar dat moet dat wel. A$AP doet het wel zelf, man. Sowieso. Net als Kid Cudi is iemand die het ook zelf doet. Ja, dat is iemand die ik misschien als tweede... Maar hij heeft soms wel questionable choices dat ik nooit zou dragen, maar het past wel bij hem. Dus. Ja, maar kijk, maar dat is dus inderdaad... Hetzelfde met Dennis Rodman, hoor. Die flair, weet je? Dat is het. Van je wilt gewoon hoe die eruit ziet. Het is niet van, ik wil die kleding, maar gewoon de aura die er vanaf hangt. En ik wil deze niet in mijn lijst gooien, maar ik doe hem wel als honorable mention. Het is niet mijn Mattie, maar Jaden Smith, man. Jaden Smith heeft soms wel fly-ass outfits. Jaden Smith is wel... Ja, toen hij nog die dreads zat, dat was echt een goede look. Hij kan ook wel gewoon... Hij weet wel wat hij draagt, zeg maar. Nu zit hij op die summer type shit, hè? Ja. Ja, man. Zit hij gewoon een beetje daarin te vibe. Een beetje de flowers en de kleuren. Het was wel raar dat hij zijn dreads... Dat hij eens een keer bij een van de event meegenomen als accessoire. Had hij zich dreads bij zo'n show, toch? Had hij zijn dreads afgeknipt en had hij zo daar sieraden omheen gedaan. En die had hij in zijn zak als accessoire. Ja, dat vond ik ook heel raar, ouwe. Toen was ik ook zo van, jij bent te rijk opgegroeid. Dit hoeft niet. Jij bent te beroemd op je te jonge leeftijd. Dit was niet nodig. Ja, man. Ja, en ook dat Batman pak, ouwe. Dat was tering raar. Naar prom gaat in een Batman pak. Bij dat soort dingen ben ik van, ja, het is hard, maar... Ik weet niet, is too much of zo. Ja. Is net... Dat is met die vleesjurk van Lady Gaga. Ja, die was ook vaag, man. Dat ik ben van voor... Ja, dat is gewoon clout, man. Ja...
Het is toch zo? Ja, ja, het is zo. Het is toch zo? Het is gewoon om jezelf in de media... Ja. Het is gewoon voor attention natuurlijk. Nou, ja. Niet per se attention, maar gewoon publiciteit. Publiciteit inderdaad. Het is zeg maar van... En ik geloof echt wel dat ze er zelf achter staan van... Ja, dit vind ik wel hard. Maar het is echt niet dat ze zijn van... Hey. Haar grootste voorbeeld is Bowie. Dus zij is sowieso veel met mode bezig. Dat is eigenlijk een soort van vrouwelijke... Bowie was ook lijp, Ja, David Bowie. Ja, shout-out van David Bowie. R.I.P. David Bowie. Rest in peace, man. Was nog... Echt zo, wat is het, 5-6 jaar geleden was ik in Gronings Museum, zo'n tentoonstelling over hem, man. Mm. Dat was echt interessant, man. Echt veel over die man te weten gekomen daar en ook echt op een mooie manier. Die man heeft bijna de hele moderne popmuziek geïnfluenced misschien. Hij is een van de grotere iconen. Ik zou hem gewoon op een Michael Jackson en Prince level gooien. Ja, nee, sowieso, 100%, 100%. Nee, David Bowie is echt een legend, man. Ik vond altijd zo, toen ik daar, ik was zo kind, liep me, want mama was lijpe David Bowie fan. Volgens mij heeft ze hem ook wel een paar keer gezien. Ja, mijn vader ook, man. Maar gewoon liet ze me clips van hem zien. Hij heeft twee verschillende ogen, toch? Ja, twee verschillende kleuren ogen. Ik tripte daar zo hard over, hè, toen als kind. Want ik was 8 of zo toen ik die... Wat is deze alien? Ik was echt van, hè? Hey, man, dit is niet menselijk, man. Dit is niet menselijk, mag niet. Weet je wel? Wat zoek je? Ik dacht dat mijn water daar lag, maar ik heb helemaal geen water. Daar is water. Ah, boeien. Ik heb nog een beetje thee. Lekker man, lekker thee. Lekker theetje drinken. En... Ai, maar ja, van Nederlandse bodem, Ray Fuego had het over. Hij is ook gewoon... Dat is jouw derde pick? Nee, dat was mijn tweede pick. Je tweede pick? Ja, ik had Ace Brocky en nu Ray Fuego. Ja, mijn tweede was... Ray Fuego. Kid Cudi, toch? Ja, Kid Cudi. Ja, en dan honorable mention Jaden Smith. Ja. Maar ik zit nu even na te denken van, ja, van Nederlandse bodem, dus Ray Fuego. Ik vind dat hij Boku Sam ziet er vaak fly uit. Ja, ik vind de laatste tijd wel minder, man. Ja, hij doet minder zijn best, ja. Maar het is zo'n periode dat hij echt van die lijpe shit droeg de hele tijd. 100%, man. Maar even kijken, wie nog meer, wie vind ik nog meer echt... Van Nederlandse bodem? Nou ja, of een andere bodem. Maar ik zit even te denken, man. Het is niet zeg maar van, ja, kijk, ik vind rockers en punkers er ook wel hard, maar dat is gewoon een modestel, is niet per se. Dat was ook die tijd een beetje. Hè? Ja, dat. Ja. Weet je, maar zeg maar van, kijk, je ziet ook wel, Ray Fuego, die heeft wel veel punk-invloeden in zijn kledingstijl. Maar ja, nou, ik loop een beetje vast, ik weet niet welke. Je weet niet waar je heen wou. Nee, ja, dat ook niet. En ik weet ook niet welke ik als derde moet zeggen, man. Ik zit Joey Badass heeft vaak wel goede fits. Ja, maar wat het is gewoon, zeg maar van, ik volg gewoon de mensen die ik hard vind. En ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar bijvoorbeeld een A$AP Rocky en een Ray Fuego, die volg ik. En die zijn hard. Maar voor de rest, diegene die ik zeg maar volg, die zijn allemaal wel een beetje... doorsnee als het ware. Weet je, een J. Cole. Ja, Kendrick Lamar. Ze zien er goed uit qua kleding. Als ze daar gewoon eens chill vinden, dat is precies, meer wat zij doen. Maar het is niet dat ik ben van, oh, de... Nee. Lijp fit! Nee. Dat ik wel bij een A$AP of een Ray kan een Tupac. Hebben. Ja, Tupac die had ook goede fits. En Snoop Dogg in die tijden dat hij al die vage pakken ging dragen. Ja, maar dat was echt fatu, man. Dat, maar nu is hij ook niet meer... Nee, die man is 50, die boeit het allemaal niks meer. Heb je gezien wat hij doet? Die man die doet smoken. Letterlijk alles waar hij zin in heeft. Smoken, je ziet hem streamen. Elke keer weer op een random-ass video, ja, random-ass format iets doen. Snoop Dogg is echt een legend, man. Ik vraag me ook. Hij had ook een Duitse telefoonreclame gemaakt, die was fucking grappig. Hij doet gewoon alles voor de back, maar hij is zeg maar een beetje zelfde als Shaq... Ja, maar hij hoeft het niet te doen, hij vindt het volgens mij echt gewoon leuk, ja, want die gast heeft zacht geld. Ik zou het ook doen, man. Dat is die Boys in the Hood tape. Snoop Dogg is wel een van de grootste namen die je kent, zeg maar, die zoveel mensen kennen die... En vaak niet eens om zijn muziek. Nee. Gewoon als persona, niet, zeg maar. Dat is wat Mike Tyson nu een beetje heeft. Ja, man. En John Cena. Ja. Met die meme ook. China. Bing Chilling. Nee, toch niet zo. Buiten het... Nee, John Cena, man. Hij ook gewoon met die meme. Die gaat ook... Ik hoop echt Die meme is nou al langer dan 10 jaar gewoon sterk. Over 50 jaar nog steeds, man. Ik denk dat dit... De, maar weet je wat het is? De langste running gag ooit is. De langste running gag. Weet je wat het ook is? Gewoon...
je ziet hem eens in de zoveel tijd zie je hem voorbij komen. En dan is het weer een nieuwe foto, weet je wel? Ja, dat, maar dat, hij blijft gewoon doorgaan. Hij blijft ook gewoon grappig. Ook dat hij zijn eigen show had. Ik heb 12 afleveringen gezien naar een zwevende helm of zo. Ja, precies. Ja, maar dat is toch echt gewoon gast. Ook gewoon, hoe heet het? Ik zag onlangs op Cordese zijn verhaal. Ja, dat is ja, die was ook een goeie. Waar? Maar hij is zelf ook zo'n droogkloot, die Johnson. Oh ja, ook echt. Maar hij is ook wel echt beast, hè. Ja. Bro, weet je wat ik zag, hè? Ik zag eergisteren een filmpje van Arnold Schwarzenegger. Dat hij nog steeds gewoon lijpe gewichten poort, ja, weet je wel? Tuurlijk. En dat ik echt ben net van, alsof man, Sylvester Stallone nog steeds. Man is gewoon 75, ja. Hè? En hij staat gewoon nog in de gym daar, gewoon meer te poelen dan, ja. Dan ik kan, zeg maar. Ik ben echt zo, wat de hel. Is wel raar. Ja. Als je zeg maar op die leeftijd nog naar de gym gaat en zo. Ja, gewoon nooit stoppen, toch? Maar een paar die traint ook nog, die is bijna 60. Die gaat nog elke dag. Het is gewoon nooit stoppen inderdaad. Nee. Het is het gewoon het genieten ervan. Ja. Maar ja, wil jij bodybuilder? Zou jij bodybuilder? Nee, dus absoluut niet. Want ja, we gaan allebei naar de gym. Maar... Nou, mijn pa is bodybuilder geweest. Ja, precies. Zie wat je daarvoor moet doen, dat hoef ik niet te doen. Ja. Maar stel, het was zeg maar niet zoveel moeite of zo. Zou je er wel zo uit willen zien? Zou je er als een niet als een bodybuilder, absoluut nee, niet. Nee. Nee, ik ook niet, man. Maar mag ik mijn derde nog gooien van Stanko? Oh ja. Oh ja, grap. Mijn ja, laatste, Johnny Depp. Ah, ja, man. Ja, ziet er altijd fly uit. Ja, of nee. Nou in films ik zat, inderdaad, ik zat ook alleen maar bij artiesten, maar je hebt inderdaad ook gewoon nog... Je hebt gewoon nog acteurs die er goed uitzien. Brad Pitt vind ik vaak wel... die vaak in films. Bijvoorbeeld Brad Pitt's outfits en Fight Club. Die ziet er allemaal echt Sick uit. Ja, maar bro, Fight Club is sowieso gek. Ja. Man. Die film is raar. En ja, Johnny Depp, die heeft altijd wel lijpe outfits uit. Hij ziet er ook gewoon nu in kort, ziet hij er echt... Die man is 60, hè? Ja, man. Johnny Depp is 60. Ja, man. Hij ziet er echt heel goed uit. Maar hij verft zijn haar sowieso. Ja, maar Brad Pitt is ook 60. Echt? Is Brad Pitt of 59, echt net geen 60. Oh, damn. Ik dacht dat hij wel jonger was. Nee, en dan Samuel L. Jackson, die echt 73 is of zo. Ja, dat wist ik wel. Die is inderdaad. Hij ziet er nu al ouder uit, 72. Maar voor een man van 70 ziet hij er heel clean grap, uit. Ik zweer, ik weet nog, die film was een tijd geleden. Was de Hitman's Wife's Bodyguard ding, toch? Ja, die was in Amsterdam, ja. Ja. Nee. Nee, daar was het gefilmd. De Hitman's Bodyguard. Ja, nee, maar ik heb het over het tweede deel. Oh, oké. Okay. Die is echt zo... Ah, die heb volgens mij niet vier gezien. Maanden geleden of zo kwam die uit, misschien 5 maanden. Ik had hem dus in die bioscoop gezien. En daar op een gegeven moment... pakt hij die ene vrouw van hem, pakt hij op zijn bek. Salma Hayek. En ik weet niet meer wie er naast me zat, maar ik zei zo degene die naast me zat in de bioscoop. Ik zeg, besef je nou dat zij met een 70-jarige gozer staat te bekken? En toen was het echt van, damn! Raar, man. Maar zij is wel in de 50. Ja, oké, maar alsnog, een gozer van 70, hè, hij staat daar gewoon nog steeds... Het is gewoon dezelfde leeftijd, verschil dat je ouders misschien hebben. Ja, maar hoe vaak zie jij mensen van 70 bekken? Ja, dat kunnen we hierover stoppen. Ja, dat is wel... Oké, laten we even doorgaan naar een ander... ja, is weer raar. Maar ja, Johnny Depp dus... Johnny Depp dus qua... Depp. Ja, man. Daar ben ik wel met je eens. Ik zit nu ook gelijk naar andere acteurs te denken. Maar als ik naar een acteur met goede stijl denk, dan denk ik gelijk aan Johnny Depp eigenlijk wel. Ik vind dat Robert Pattinson er ook wel goed uitziet, maar niet per se speciaal zo. Ja, maar hij heeft gewoon een beetje van die model looks, toch? Hij kan gewoon alles rocken. Net als Channing Tatum. Die man kan hele simpele outfits rocken, maar het ziet er gewoon goed uit bij hem. Nee, maar dat is inderdaad... Het is niet speciaal, maar hij ziet er gewoon altijd slick uit. Ja. Even kijken. Hebben we nog andere acteurs of presentators of zo, weet je wel? Maar Cillian Murphy, ik vind gewoon die pakken van Peaky Blinders heel sick. Mensen vrije tijd ziet er heel normaal uit, Cillian Murphy. Dus, ja, maar pakken staat iedereen goed, man. Hé, hey, we komen bij de nieuwe seizoen, hè, van Peaky. Ja, ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ja, man, ik ook. Ik heb wel gehoord dat het wel weer een goed seizoen... Actrice was overleden, toch? Oh ja, die ene ma, hè? Ja. Die was overleden. Ze had ook een Harry Potter, hè? Dat was een bekende Britse actrice natuurlijk, maar daar ken ik het voornamelijk van. Ja, eerste dingen inderdaad. En daarna Peaky. Ja. Maar dat is ook een lijpe serie, hoor. Ik ga wel goed op die serie. Ik kan ook echt niet wachten tot we weer nieuwe Rick and Morty... Ja, zo, daar heb ik lang niks. Live action... Ik weet niet, ik hoop het ergens... Mashup. Ik hoop het ergens niet, maar... Ja, ik heb al een klein deel gezien. Dat was met... Broer, maar dat was mooi. Want diegene die Rick speelt... Dat is die ene gozer van Back to the Future. Ja. Maar Rick, van Rick and Morty, is geïnspireerd op ja, die weet dokter. Ik. Die hele serie eigenlijk. Ja, precies. En
nu gaat hij dus... Ja, maar hij lijkt er ook op. Dat is, daar heeft, daarom heeft hij Rick ook zo getekend. Van, een van die gozers van Stranger Things en It. Die zonder tanden. Nee, Die vind ik wel een Morty eigenlijk. Nee, het is die andere met het... Ja, ik kan het ook die, niet die bijna dood ging in Stranger Things. Nee, niet die. Die met het rare hoofd. Met het vierkante hoofd. Ja, die... Maar niet de hoofdpersoon. Oh. Niet de hoofdpersoon. Ja, die heeft ook wel haar. Daar komt ook bijna seizoen 4 van, hè. Maar ik zeg je, ik ben nou niet... Ik vond het steeds ik ben net... ja, man. Het eerste seizoen was echt lijp. Het tweede seizoen was... Ik vond het ook chill toen ze nog hele kleine kinderen waren. Oh, dat klinkt heel fucked up. Nee, maar het verhaal... Marco. Nee, maar het leek meer echt op een kinderfilm. Toen werden ze tieners. Toen vond ik het een beetje te veel tienerdrama of zo. Ik vind het leuk. Het is, die mystery vond ik juist leuk. Nee, maar ze hadden na één seizoen moeten stoppen. Ja, misschien... Nou, het tweede vond ik ook niet echt chill, trouwens. Het voelde als filler. Ja, man. Daarom. Ze hadden na het eerste hadden ze moeten stoppen. Want daarna was zeg maar die mystery shit was er eigenlijk van af. En het tweede seizoen was gewoon hetzelfde monster van het eerste deel. Maar dan keer 10. Zeg maar, er kwamen er 10. En het derde deel was gewoon een grotere of zo. Hey, trouwens, spoilers. Voor Stranger Things, als je die nog niet hebt gezien. En waren dat allemaal spoilers voor jullie? Dat is niet echt een spoiler als je een serie van... fucking hoeveel jaar geleden. Nee, het was ook een grap, jongen. Jezus. Ja, weet je, ik zeg het alleen. Wow. Voor als mensen getriggerd raken. Ik word getriggerd van jou, man. Nee, dat is een grapje, man. Dat is een grapje. Het is altijd goede vibes. Ik heb er ook wel weer zin om muziek te gaan maken, man. Ja, toch. Lekker jammen. kunnen of chillen poekoes gaan maken of weer een hype poekoe, man. Zie wel. Nou, aan die gaaf te gaan. Ja, ik heb geen energie ervoor meer. Is het geen hype poekoe, man? Damn. Nee, dat komt goed. Ik heb wel goed geslapen vannacht, man. Ja, ik ook wel. Wel kort, though. Wel kort, maar... Krachtig. Kort, maar krachtig, inderdaad. Lekker productief geweest gisteren, man. Vandaag ook weer productieve dingen, man. Je moet productief zijn. Je moet focussen. Ik ga sowieso weer melig worden, net als gisteren. Jij bent altijd melig. Helemaal niet altijd. Gisteren was het gewoon heftig. Ja, jij was wel in een hele... Ja, ik moest de hele tijd om Olie's hoofd lachen. Die zat gewoon de constant zo naast. Ja, maar broer, toen ik die adlibs ging doen, jullie zaten echt helemaal brokken. Ja, maar ik ging niet eens stuk op je adlibs. Later wel. Maar ik was een stuk dat jij daar stond of zo. Want jij wilde dat we altijd bij jou moesten lachen. Ja, man. Maar ik was gewoon in die vibe, man. Ik was in die vibe. Ik was daar. Ik hoor Olie op de achtergrond helemaal... Ja, maar broer, ik zat helemaal in die adlibs en ik kijk gewoon opeens en ik zie gewoon opeens jullie twee helemaal stuk gaan. Ik van, gast, jongens. Ook gewoon dat jij hier op die bank zat en ik zeg, volgende keer als je lacht, dan mag je gaan roken, dan mag je naar buiten. Dan ging je lachen en toen gewoon, ga nu nog maar naar buiten, man. Hey, maar heb jij nog iets te melden over fashion bashing? Komt niks te binnen. Ik zat nog even over acteurs na te denken, maar ik... Nee, misschien zangers in plaats van rappers. Zal ik ook nog even van na te denken. Ja, ook niet echt. Ja, Prince vond ik er wel goed. En zijn pack. Ja, die ziet er ook altijd ziet er wel fly uit. Ja, man. En Bruno Mars ook wel, hoor. Ja. Maar ook wel simpel of zo. Ja, die heeft nu die pakkenfase, toch? Ja. Ja, maar het staat er wel ook weer goed. Maar toen hij net begon, vond ik hem een beetje awkward met dat hoedje en dat colbertje. Ja, het was het zo van... Die singer-songwriter shit, ja. Je probeert te veel in die singer-songwriter image de Jason Mraz-achtige. Ja, man. Het was echt van... Maar nee, man. Nee, voor de rest... Ik denk dat het dat wel over fashion... Fashion en deze podcast was, man. Podcast. Ik kan ook niet meer praten. Als je niet meer kan praten, dan weet je genoeg. Oh, podcast. Dat is weer genoeg voor de podcast. Maar ik had die pizza punten, hè? Dus gaan we pizza bestellen? Nee. God, daar heb ik wel echt gestoot. Ja.